Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar de band. De band, ja, de band. Als je in de buurt bent in dit geval. We hebben geboekt een nieuwe band. Zij heten Awash. En zij gaan live spelen. Ik zeg heel eerlijk, ik ken ze ook nog niet. Dus ik vind het net zo spannend. Maar jullie wel. Ja, het is wel... jullie kennen elkaar wel? Ja. Oh, ja. Oh, hij zat op perron, had een gitaar op zijn rug. Ik denk, nou leuk. Nee, maar hoe vanmiddag bij elkaar. Nee, dat is de sportschool. Hoe lang kennen jullie elkaar? Huh? Hoe lang bestaat de band? De band bestaat 3 jaar. Ah, oké. Okay, nou. En ik ken Peter al wat langer en daar was ik al eerder Peter, mee. Peter is deel van de band. Peter Zwaait. Goed, muziek Peter. Maken. Peter Zwaait met de bas. Hoi. Peter van met de bas, die zit er achter de toetsen. Dat is een gezellige bende. We kunnen lang over lullen, maar laten we dat later doen. Ik wil vragen of jullie eens gewoon gaan spelen. Lekker. Live in de Freaknacht, Awash. Sweet Josephine, I never loved like this before. I tell the world, hey! Society where
Wash. Live. Ah, live. Dank je, dank je. Ik krijg een klein beetje het gevoel van de oude albums van Toto Wet Sprocket. Ken je dat? Nee. Nou, dat idee. 65 mensen daar denken van, wie? Ja, nee, ja, natuurlijk die Ocean. Maar als je die even laat horen, dan heb je meteen een beeld. Ja, ja, maar het ging vooral om de albumtekst, die is dan weer niet... Een beetje dat idee. Het mooie is om nummer op Toto te zoeken, en dan heb je All I Want, kennen we die dan nog. Dat is een beetje... We spotted the ocean. Dit idee, weet je. Ja, dat is toch één... En die All I Want heeft Inkel veel gedraaid, weet ik nog, in de middag. Veronica. Nothing so loud. Goed hoor. Tof jongens, hoe heet deze track? Sweet Josephine. Sweet Josephine. Sweet Josephine. Drie jaar bezig. Is er een album? Is er een tour? In 2009 hadden we een eerste EP getiteld Seven Years. Mm-hmm. Nu hebben we sinds 7 juli hebben wij onze EP-presentatie gehad. En hebben een nieuwe EP te presenteren. En die heet Inner Drive. Ja. En daar hebben we er nou zo'n 500 van bij. Sorry? EP? EP, ja. Net niet genoeg nummers voor een CD. Inderdaad. Nou, we hebben er wel genoeg. Alleen nog niet genoeg tijd gehad om ze daadwerkelijk ook lekker op zo'n disc te zetten. Ja, want dat gaat gebeuren. Dat is natuurlijk over. Daar sta je vaak niet eens bestild, tenminste ik dan niet. Maar je kunt de liedjes hebben, je kunt ze afhebben. Maar voordat je ze ook daadwerkelijk in een studio opneemt en het klinkt zoals je het in je hoofd hebt... Ja, dat kost studiotijd, dat kost bandtijd, dat kost producertijd, dat kost... Absoluut. Heel veel geld dus. Ja. Nou, wat wel tof is, wij doen dat zelf. Dus dat wordt op een heel klein gek kamertje allemaal in elkaar geknutseld. Door een paar gekke freaks die dat heel erg leuk vinden. En ik weet niet, ze hebben nog geen zin om het uit handen te geven. Dus dat is allemaal helemaal top. Oké, goed. Ja.